Pakje voor de buurvrouw en een doos voor verderop. Pakketje fout geadresseerd, het stapelt zich maar op. Een pakje van Zalando, Weekamp of van Bol.com. En ik moet maar weer kijken hoe ik straks de deur uitkom. Jongen genoeg, het is een middag, nee bijzin, want we houden een uitstapje gepland met geloof en vriendschap voor u met een beperking en dat kan ze maar niet zo afzeggen. Maar namens Jo Hermans heel erg veel succes gewenst. We gaan een speciale, bijzondere middag tegemoet. Je zult liedjes huren, je zult stukjes film zien. Na afloop komen van de honger om er samen ook nog te genieten van de liedjes. Maar eerst wil ik... Ja, maar dat komt even later. Wij zijn plannen gaan maken. Ik heb een hele dikke map bij me, een grijze map die uit. Het is gedaan. En op het einde doen we dan met z'n allen. En toen er Lex nog Alois was en in de Mette woonde, was hij eigenlijk al bezig met het leven in de breedste zin te ontdekken, dames en heren. Schaatsen op de Vivor, ik ruim weer even weg. Na de proefing geworden, het was nog niet zo slecht. Het was wel leuk. Het was wel leuk, gelukkig, ja. Hadden jullie zoiets al eens eerder gedaan? Eigenlijk niet. Dus toen Herman kwam, toen waren jullie een beetje zo getriggerd van, oh spannend, nou wil ik zelf ook wel iets. In die zak zat haar beurs. Een grote leunstoel met verstelbare rugleuning. Die voortdurend aanwezig waren bij alle bijeenkomsten en daar al meteen muzikale punten neerzetten, zodat iedereen die een tekst had geschreven en die voordroeg zich gedragen wist. Maar we zijn dus verder gegaan om ook zoveel mogelijk verscheidenheid op onze cd te realiseren. Hoofdstraat West. Ingedaan op de hoek, begroste Hoofdstraat West. De straat die bruiste van ondernemerslust. Café Tobby, Hugo, Jos Breij, Apteek Martens. Wat een pech, alles is weg.
Achter de schuif lag een café met vuil oranje leeg. En contour van de logopediste die mij alleen de dag niet schreeuwen deed. Ja, Biolas kregen we op de gang. En ook vier jongens, vier lierde breien. Verhalen en kriet op het bord, omdat voor toen de fantasie nog heen. Arme bloemen, mannetje, want voor kind een iedereen. Hij is zeker al in de 70, maar nog een morgote wijn. Ricardo Frederiks, dames en heren. Over de toonbank. In het kleine theater. Dit zijn Peter Sikora en Jan Pullaert. En die schreven een liedje over Maria Rol. Maria Rol. Nou, wat was mijn rol in dit verhaal? Velen van u zullen wel eens een keer een mail van mij hebben gehad, of meer dan eens een mail hebben gehad, met het verzoek om te reageren. Ik wil toch ook nog een groot compliment geven aan de mensen van de regiegroep. Aan Herman, aan Angelo, aan Lian, aan Ivo, zeg maar, en aan Peter Sikora. Want zij hebben toch maar dat traject getrokken en ze hebben het voor elkaar gekregen om zeg maar meer dan 129 deelnemers te krijgen en meer dan 100 mensen die dit project ook een warm hart toedragen en die dit traject ook gesponsord hebben. Een gebroken hart, zijn nerven niet alleen. Samen en dit goed keer om zich heen. Hij wil zich duren en onverhoudt op minste zin. Zit hier gebruikt als dan is er een kans die dus begint.